Wij zijn Lambert en Janet van der Weijden. Dit zijn Ruben en Deborah, onze kinderen. En we wonen in Rome. Wij hebben ons huis verduurzaamd, zo duurzaam mogelijk gemaakt. Ja, omdat we gewoon iets willen doen tegen de klimaatverandering. Eigenlijk heel, heel kort. Voor de toekomst van onze kinderen vinden we het belangrijk dat de planeet er wat beter voor staat dan die de afgelopen jaren voor heeft gestaan. Ik heb sinds we hier wonen zeg maar een blogje bijgehouden. En ik probeer gewoon elke stapje voor stapje aan te geven wat we gedaan hebben. Om ook gewoon te laten zien dat het ook gewoon met kleine stapjes kan. En dat niet alles heel veel geld kost. En dat het wel degelijk heel veel effect heeft. Elk stapje wat je neemt. De buitenunit van onze warmtepomp. Die zuigt lucht aan, koelt de lucht iets af en verwarmt zo al het water in ons huis. Voor de vloerverwarming, voor douchen, voor alles. Hij maakt wat geluid. Ik heb de buren in de winter gevraagd of ze er goed op wilden letten en ze hadden er eigenlijk geen last van. We slapen zelf met het raam open en we horen hem wel, maar hebben er ook eigenlijk geen last van. Dit is de kamer van onze dochter, Deborah. Zoals je ziet hebben we hier het dak laten isoleren. En we hebben nieuwe kozijnen laten plaatsen met HR++ glas. Zodat het in de winter gewoon wat behagelijker is voor de kinderen. Stiekem ben ik dus wel een beetje trots op onze kleine koelkast. Een tafelmodel voor het hele gezin. En hij verbruikt 60 watt, net zoveel als een ouderwetse gloeilamp. Het is gewoon een heel prettig huis om in te wonen. Vooral de spouwmuurisolatie, die merken we heel duidelijk. Vanaf de dag dat de spouwmuurisolatie zat, zag je dat je 20 kilowatt per dag minder verbruikt. Omdat we een warmtepomp hebben, stoken we alles met stroom. En dus zie je in stroomverbruik dat ongeveer 2 euro per dag scheelt dat je spouwmuurisolatie hebt. Nou, reken maar na hoeveel dagen het koud is. Dat is toch meer dan 100, dat is 200 euro per seizoen. Het kost 1000 euro, dus in 5 jaar verdien je je spouwmuurisolatie terug. En daarna boek je winst. Dus dat is wel mooi om te zien. Warm vloer is ook heel fijn. Ja, we hebben nu vloerisolatie en vloerverwarming. En ik had soms altijd koude voeten en dat is nu wel echt voorbij. Dus dat is erg prettig. Kleine stappen kunnen al een groot verschil maken en je kunt stap voor stap je huis verbeteren. En ga het ook gewoon doen.